En welkom bij deel 5 van de serie Stoom voor beginners. Ja, jullie zien het wel. Ik ben Renzo niet. Het is een hele andere omgeving. En ja, ik zal het dus eventjes uitleggen. Nou, ik ben Martijn. En ik heb ook mijn eigen YouTube kanaal. En om Renzo een beetje te kunnen ontlasten, dat hij alleen maar de video hoeft te editen. En zodat we niet bij elkaar hoeven te komen, maak ik nu voor hem even een videootje over mijn Wilesco stoommachine. En ja, dacht, dat leek mij wel leuk. Waar gaan we het vandaag eens over hebben? Nou, we gaan het vandaag hebben over de machine op zich. Over ik ga even een praatje houden over waar wij nog naar op zoek zijn. En over het Wilesco op zich, waar Renzo het nog niet over gehad heeft. Laten we beginnen bij deel 1, gewoon de machine op zich. Nou, dit is mijn Wilesco D24. En de D24 is een stationaire stoommachine met een manometer, een drukregelaar, een spuitkraan, een veiligheidsventiel, wat tevens ook een fluit is. Hey, dit is de fluit, er hoort normaal een dopje bovenop te zitten, maar die heb ik er nou af. En er zit een rookgaskanaal op, dus in principe is het mogelijk om hem op een andere brandstof te stoken dan de bijgeleverde S-bit. Ja, hij is een beetje vies, dat is de plaat ook redelijk. Omdat er wordt nog aan gewerkt. Hij moet nog even weer netjes gemaakt worden, hij is een tijdje geleden naar een evenement mee geweest. En ja, hij moet allemaal een beetje druk, dus... Ja, je zou zeggen, poets hem gelijk naar het evenement, maar ja, daar zal ik het straks nog even over hebben. Het is een eencilinder machine met een grote cilinderinhoud. Dus dit is de grote cilinder. Op alle kleine walsjes, trekkertjes, stoomvrachtauto's en andere kleine stoomvoertuigen zitten de kleine cilinderblokjes op. En ze schijnen er zelfs te zijn, hele oude, met een tweecilinderig systeem, dus met twee kleine cilinders. Dit is dan dus de grote versie. En hier zitten ook aardig wat meer smeerpunten op dan op het trekkertje. Wij hebben hier een aantal drijfstangen die allemaal een eigen smeerpuntje hebben. Zoals jullie vorige video bij Renzo hebben gezien, zaten daar, heeft hij er geen smeerpunten op zitten. Waarom? Dat weet ik niet. Waarom daarvoor gekozen is. Maar daar zal een reden achter zitten. Of ze zijn het gewoon vergeten. Dat kan natuurlijk ook. Wat is mooi aan deze machine? Deze machine kan heel rustig draaien en doordat die een spuitkraan heeft, is het mogelijk om zonder dat je de hele ketel hoeft te verbouwen, dus de gaten in hoeft te maken of aan het hoeft te solderen, er een andere krachtbron op aan te sluiten. Dus dat betekent, je zou bijvoorbeeld hier een stoomgenerator op aan kunnen sluiten, zodat je hem de hele dag kunt laten draaien. Zo'n walsje is vanuit de fabriek, zeggen ze dat dat ding 35 minuten draait en er zit opstoken bij in. En vind ik dat persoonlijk een beetje kort. Hè? Omdat wij hebben natuurlijk als hobby, wij vinden dat prachtig om dat de hele dag mee te draaien. En dat is een beetje het jammere eraan. Maar en wat dus met name het mooie nog is met de spuitkranen. Of spuitkranen kun je... bijvoorbeeld een voedingswaterpomp. Nou, is deze machines zijn gewoon te klein om daar een stoompomp op aan te sluiten. Maar een voedingswaterpomp kan dus bijvoorbeeld een handpompje zijn. Of een elektrisch drukpompje. Waardoor je dus, als je hem op
een andere brandstof stookt, dus constant water in de ketel kunt pompen, ja, zonder water, dan gaat die het niet doen. Dus ja, dat is het grote voordeel eraan. En je kunt na afloop hoef je niet de hele machine om te draaien en om te keren en dat soort dingen. Maar je draait gewoon deze kraan open en het water loopt eruit. En als jullie zeggen, ga hem opstoken. Dat gaat helaas bij deze niet, omdat er nog een aantal onderdelen lek zijn. Die moeten nog even gerepareerd worden. Er zitten hier en daar wat lekkages, waardoor die niet veilig kan lopen. En als een machine niet veilig kan lopen, dan gaan wij het ook niet proberen. Dat is een van de dingen die erg belangrijk is bij ons. Nou heeft Wilesco een aardig groot assortiment aan aandrijfmodellen. Zo zien jullie hier het zaagje. Dit is een beugelzaagmodel. Zijn allemaal kleine modellen van grote machines die vroeger ook in werkplaatsen gestaan hebben. Heel simpel. Een vliegwiel met aan het ene kant een drijfstang die dus de hele tijd een beugelzaag in de rondte heen en weer laat bewegen met een klein bankschroefje. Het is hierbij mogelijk om bijvoorbeeld, omdat het een klein modelletje is, je kunt er bijvoorbeeld ijslollystokjes mee doorzagen. Gaat niet heel gemakkelijk, want de tandjes zijn niet heel erg scherp. Het zit allemaal een beetje losjes, het is allemaal wat minder stijf van Wilesco. Maar het is mogelijk. Nou heeft Wilesco nog veel meer mooie aandrijfmodellen, maar die zult u wel zien. Die zullen jullie wel een keer zien als we een video maken van onze club. Wat we daar allemaal voor machines hebben. Of misschien als Renzo foto's heeft, dan zal hij ze er hier wel eventjes bij inplakken. Er worden allemaal kleine snaartjes meegeleverd van ijzeren veer snaartjes. Die kun je in en uit elkaar draaien. Om langere snaren van te maken. En die dienen dus om de machines aan te drijven. Met deze machine is het gewoon mogelijk om een hele grote werkplaats te gaan bouwen. Met allemaal verschillende machientjes en kleine frutseldingetjes om alles aan te drijven. Zo'n walsje moet je denken aan dat dit misschien 4-5 machientjes dat de max is. Maar hier kun je misschien wel 20 machines, misschien wel 30 kleine werkbankjes en dingetjes mee aandrijven. Dus dit is een hele krachtige machine. Dan hebben we hier aan deze kant hebben we nog de schaafbank. Dat werkt niet, die functioneert niet echt. Dat is origineel model van een metaal schaafbank. En daar zit een hoekbeitel in gemaakt waarmee je dus een gleuf in materiaal kunt slijpen als het ware. En er zitten wat instelmogelijkheden, maar dit is puur en alleen model voor de show. Wat is hier nou zo mooi aan? Het is gewoon puur zo'n machine. Het maakt geen lawaai. Zolang je er niet te veel druk op staat en het gaat fluiten en doen, maakt het bijna geen lawaai. En toch komt er een gigantische kracht uit voort. Dat is een beetje het mooie eraan. Het draait heel rustig en toch komt er uit die hele rustig draaiende machines komt er een gigantische kracht uit vrij. En dat is gewoon, dat is een beetje het mooie van deze hobby. Wij zijn met meerdere natuurlijk. Het is niet alleen Renzo en ik, maar we hebben ook nog een aantal andere van Nienoord Spoorwegen die die in een Wilesco clubje zitten. We hebben een club samen opgericht, zijn ook een paar keer op de radio en televisie en internet te vinden, in kranten en alles. En wij zijn ooit begonnen met een klein select clubje van vrijwilligers. En die dachten van, wij hebben opnieuw dat leuke evenementen met stoommachines, maar we zien eigenlijk nooit van deze Wilesco machines, mensen met die Wilesco machines draaien. En dan waren er een aantal die hadden zo'n mooie machine. En dan zijn we begonnen met onder de pronkkap van Nienoord bij het spoor. Daar te zitten met een paar tafeltjes. Alleen dat werd al gauw een beetje te krap. Mensen hadden er een beetje last van. Dus toen zijn wij overgegaan naar een grotere plek in het park. En daar staan we nu al een paar keer. En dan komen we gelijk natuurlijk bij het volgende item.
waar zijn wij naar op zoek? Nou, waar wij naar op zoek zijn, ik hoop dat, dat er mensen zijn die zeggen van nou, hè, wij vinden deze machine het wel heel interessant om te zien. Hè, dit wordt een beetje een soort reclamefilmpje voor ons, die lesboekclub, maar goed, dat maakt niet uit. Wat is onze bedoeling? Wij willen ook buiten Nienoord evenementen draaien. Dus musea, tentoonstellingen, maakt niet uit. Zouden wij graag willen draaien met onze Wilesco-machines. Heeft u een keer een leuk evenement, dan zou ik zeggen, stuur een berichtje naar Renzo toe. Renzo zal even het mailadres hier beneden erin zetten. En dan wordt dat uiteraard allemaal besproken in de club. En dan gaan we kijken wat we voor elkaar kunnen doen. Ja, dat is een beetje, waar zijn wij naar op zoek? Nou, een beetje naar evenementen natuurlijk. Het is natuurlijk nu heel veel, het is nu corona. Dat is jammer. We kunnen niet naar elkaar toe. Er zijn geen evenementen. Nou zullen straks de eerste evenementen zullen natuurlijk op Nienoord weer gaan beginnen. En ja, dan staan we twee keer of één keer op Nienoord. En ja, dan zouden we natuurlijk naast Nienoord nog een paar evenementen daarnaast willen hebben. Gewoon om om te laten zien dat niet alleen oude mensen geïnteresseerd zijn in stoom, ook gewoon dat de jeugd het ook heel interessant kan vinden. Nou, dit is dan zover de machine, hoe het allemaal een beetje functioneert. Ik heb ook nog een stoomwals, maar dat is een beetje hetzelfde model als het trekkertje van Renzo. Dus dat is niet compleet anders of zo. Het is het enige model, geloof ik, waar nog een dakje op zit bij ons allemaal. Dan zou ik zeggen van, vond je deze video leuk? Even een duimpje omhoog. Abonneren in de hoek. Hebben jullie vragen? Zet het even onder in de reacties. Dan wordt er vanzelf wel een keer op gereageerd. En, heel belangrijk. Ik heb natuurlijk ook een YouTube-kanaal. Martijn de Hobbylasser. Mocht je houden van metaalprojectjes en andere technische dingen. Dit soort dingen zul je niet op mijn kanaal vinden. Maar wel heel veel technische dingen wat uiteindelijk weer met stoom te maken heeft. Kijk dan eventjes op het kanaal van Martijn de Hobbylasser. Staat ook onderin. Staat ook ergens in de beschrijving. Dan zou ik u graag willen danken voor het kijken. En dan zeg ik zoals ik in mijn video's altijd zeg. En dat is mooi.